Als groenste land in de wereld en als carbon-negatief land moet Suriname ook een toeslag vragen van toeristen die het land binnenkomen. En moeten vliegtuigen die landen op onze internationale luchthaven ook een bepaalde emissietoeslag betalen. VHP-parlementariër Kishan Ramsukul bracht dit gisteren ter sprake in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende wijziging van de Milieuraamwet. Deze gelden kunnen volgens het DNA-lid gebruikt worden om ons milieu te beschermen. Andere groene landen in de wereld ondernemen soortgelijke acties, echter loopt Suriname achter. Als we kijken naar andere landen, zoals Bhutan. Bhutan is ook een van de landen die carbon-negatief is. Bhutan neemt per toerist een fee, een tax van $100 per dag. Dat je daar blijft als toerist, moet je betalen als tax om hun milieu te beschermen. En ze hebben specifieke doelen wat er met dat geld gedaan wordt. In Bali hebben ze laatst geïntroduceerd, dit jaar nog denk ik $10. Groenland zegt ze gaan het verhogen naar $25. Als onze eigen SLM gaat naar land in Schiphol, elke keer dat ze landen moeten ze emissie toeslag betalen. Noem maar op. En wij zijn de groenste land ter wereld. We zijn carbon negatief. Wat hebben wij? Wat vragen wij mensen die binnenkomen? Ik weet bij wet toerismeautoriteit hebben we dat opgenomen. Maar ik denk dat wij ook daar moeten gaan kijken naar een toeslag. Ramsukul stelt voor om zo een toeslag green tax te noemen. Gelden verkregen uit deze vorm van belasting moeten naar een specifiek en tastbaar doel. Ik noem maar een voorbeeld. Als we kijken naar het rapport van de MP, dan is er vanaf december 2022 tot en met december 2023 per dag meer dan 600 mensen ons land binnengekomen via de luchthaven alleen. Als we daar een fee nemen van $10 per persoon dat binnenkomt en we zeggen we gaan het in het fonds zetten en voor 1 jaar gaan we op elke school een zonnepaneelinstallatie zetten. Als we dat doen met 600 personen per dag ongeveer, dan kunnen we per week 3 scholen voorzien van een zonnepaneelsysteem van 10 kilowatt. Om een voorbeeld te noemen. Tastbaar. Over een jaar heb je 3x52, in 2 weken halen we weg, 150 scholen heb je voorzien van zonnepanelen. Ramsukul benadrukt dat dergelijke projecten ontwikkeling kunnen brengen op diverse niveaus, maar meer nog zullen zij helpen het milieu te beschermen.